Robert van Boksel, ik heb al meerdere Spartanen gesproken en allemaal spreken ze over het dieptepunt tot nu toe in hun carrière. Ja, daar kan ik me wel bij aansluiten. Ik heb het al een paar keer meegemaakt, maar ik ben er nog niet zo dichtbij geweest als vandaag. Dus ja, dat is wel heel erg zuur, zeker. En het gekke is dat ze er voetballend gewoon helemaal niet doorkwamen. Het stond zo goed bij jullie achterin en dan eigenlijk twee vrije trappen. Daarmee weten ze jullie uiteindelijk te slechten. Ja, inderdaad. Maar goed, het is een compliment dat ze er niet doorheen komen. Maar uiteindelijk heb je er niet veel aan. Je verliest en je moet uithuilen en volgend seizoen doorgaan. Het is een bikkel hard gewoon. Analyseren hebben we niet zo heel erg veel aan, maar die vrije trappen wel. Hè? Verwachten jullie eigenlijk bij die tweede vrije trap dat die ook weer diezelfde hoek inging? Nou ja, in principe zet Nico de muur neer om te zorgen dat die hoek min of meer afgeschermd wordt. Alleen ja, ik denk dat Nico het idee had dat hij dacht van gaat weer dezelfde hoek in. En het slimme geitje van die jongen. Wat heb je allemaal aangetroffen in de kleedkamer? Henk Dijkhuizen had het over, het leek wel of iemand overleden was. Ja, inderdaad. Ik denk dat jullie er binnen gezeten hadden, dat je ook gedacht van wie is er in godsnaam overleden. Maar wat ik zeg, we moeten gewoon uithuilen. En waar er enigszins nog hoop is, is dat er een nieuw seizoen voor de boeg staat. En daar moet je maar zorgen dat je weer opnieuw aanwezig bent. Ja, wat er vandaag gebeurt, kan je eigenlijk ook niemand iets verwijten. Hè? Jullie hebben jullie stinkende best gedaan en jullie waren zo dichtbij. Ja, nee, dat is het verhaal van de dag. Alleen, je koopt er zo weinig voor, weet je. Het is gewoon klaar. Supporters die denken terug naar wat er 3 jaar geleden gebeurde. Die knotsgekke minuut tegen Excelsior. Het lijkt wel weer zo'n scenario, hè? Ja, ik heb die wedstrijd op tv gezien toen de tijd. Maar ik denk dat het gevoel min of meer hetzelfde is. En niet alleen wij, maar ik denk inderdaad ook de supporters en de mensen van Sparta. Die zullen er hier een tijd lang nog wel doodziek van zijn. Je had kunnen afrekenen met een heel vervelend jaar. Met name het begin van het jaar dat je niet speelde. De laatste weken speelde je wel. En je had kunnen afrekenen met een heel vervelend jaar. Nou, inderdaad. Persoonlijk was dit een mooi slot geweest. Wat ik zeg. op dit moment is het uithalen ook voor mijzelf. En analyseren hoe het seizoen gelopen is. Maar voorlopig ben ik eerst van goed ziek ervan.